Psychose gevoeligheid, manie en depressie. Psychosegevoeligheid gevoeligheid kan hand in hand gaan met manie en depressie. Bij manie en depressie heb je heftige stemmingswisselingen en grote verschillen in energie. Soms ben je uitgelaten, hyperactief, niet te sluiten. Dat is een manie. Andere keren ben je juist somber, heb je nergens interesse in en zie je zelfs geen toekomst meer. Dat is een depressie. Als je last hebt van manische depressie schommelt je stemming tussen die uitersten. Hoe heftiger de schommelingen, hoe meer kans op een psychose. Als jij er last van hebt, is het van belang om te leren omgaan met je gevoeligheid voor manische depressie. Hoe doe je dat? Om stabiel te blijven is een vast levensritme heel belangrijk. Je slaapt genoeg, je beweegt genoeg, je hebt een vaste dagindeling. Wat je niet wil is te veel onverwachte stress. Sociale ritmetherapie kan je helpen. Je wil ook weten wat voor jou de waarschuwingssignalen zijn van een dreigende manier of depressie. Als je die leert herkennen, kun je voorkomen dat je er weer last van krijgt. Waarschuwingssignalen zijn vaak een verandering in je slaapritme: je eetlust, je energie of je stemming. Je kunt een simpel signaleringsplan bijhouden, zodat je veranderingen meteen opvallen. Je kunt je waarschuwingssignalen onder controle krijgen met contra gedrag. Contragedrag wil zeggen dat je tegen je stemming in gaat handelen. Als je bijvoorbeeld merkt dat je moe en futloos wordt, helpt het om juist actieve dingen te ondernemen. Als je toch last blijft krijgen van depressie of manie, is het belangrijk om met een psychiater te onderzoeken. Welke medicatie eventueel bij jou past. Dat kan een hele zoektocht zijn, want elk lichaam reageert anders op medicijnen. Geef niet te gauw op. Als je nare dingen hebt meegemaakt of als je last hebt van extreme onzekerheid, kan psychotherapie helpen. Ook belangrijk, praat zo vroeg mogelijk met iemand die het ook heeft meegemaakt en die er bovenop is gekomen. Een ervaringsdeskundige. Die werken in de meeste GGZ-instellingen. Als jouw behandelaar je niet in contact kan brengen met een ervaringsdeskundige, zoek er dan zelf een via deze website. Van mensen die het al mee hebben gemaakt, kun je het meeste leren.